Van buitenaf lijkt het misschien niet zo speciaal. Ik bedoel, een huis zonder deur. Maar als je binnenkijkt... Een fucking paradijs, mensen! Oh... Kijk hoe fucking nice dat hier is. Kijk, een trap hier, een trap daar, een extra kamer. Een uitzicht naar de maan. Ik bedoel... Daar ergens is de maan, maar een uitzicht. Hier een beetje een romantisch vuurtje. Ik bedoel, wat wilt je nog meer met jou, mensen? Mijn naam is Cassiop en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Survival Island. Minecraft dus. En ik moet inderdaad meer Minecraft gaan uploaden. En daarom upload ik dit nu. Bedankt voor alle likes of duimpjes omhoog. Op de vorige aflevering hadden we dik over de 300, denk ik. En misschien kunnen we het deze keer ook nog eens halen. Dus mensen, als je wilt dat deze serie door blijft gaan, laat dan zeker een like achter. En holy shit, ik zie dat we dingen honger hebben. Dus laten we gewoon wat rot vlees eten. Ik bedoel, heerlijk rot vlees. Of rotten vlees. Maar goed. Als je niks anders te eten hebt, dan moet je wel risico's in het leven nemen en rotten vlees eten. Maar goed, ik heb dus een beetje doorgespeeld. Ik heb dit huisje een beetje aangepast. Het moet nog helemaal aangepast worden, want het is nog een beetje lelijk van buiten. Ik heb wat zombies gekild, maar voor de rest heb ik niks gedaan. Want ja, ik wil zoveel mogelijk gaan recorden voor jullie, dat jullie zoveel mogelijk gaan zien. Hier ook een soort van tunnel gaan maken, een soort van mijn. Dat ik rechtstreeks naar de mijn kan gaan, niet dat ik zo lelijk zo blokken moet gaan verleggen of weet ik veel wat. En hier wil ik zo'n extra kamer maken. Misschien kan ik hier een bed zetten of zo. Dat zou vet zijn, zo'n slaapkamer. En misschien wordt het wel het huis dat permanent gaat staan. Maar ik wil uiteindelijk een heel mooi huis. En dit is niet echt bepaald super mooi. Dus ja. Ja mensen. We moeten zo'n mooi mogelijk huis hebben. Dat is toch logisch. Dus goed. Laten we er gewoon aan beginnen. En ik denk dat we misschien eens moeten gaan minen. Want ik wil wat iron vinden. Ik bedoel, we hebben emmers. We kunnen misschien een farm gaan maken. Want ja... Onze zaadjes, onze wiet is hier wel goed aan het groeien. Is dit klaar? Ja, dit is klaar. Nice. Ik kan het nooit onderscheiden of het klaar is of niet. Maar goed, nu is het wel klaar. We kunnen nieuwe zaadjes op gaan leggen. En dan ja, hebben we nieuwe wiet. Dat is goed om uiteindelijk brood te maken. En voilà, dus mensen. Kom. Ik stel voor dat we naar een mijn gaan. En ja, dat gaan we nu meteen gewoon doen. We hebben een zwaard, dus als er zombies zijn, dan kunnen we ze killen. Hier moet een kleine jump maken. Voilà, godverdomme. Dat deed een beetje zeer. Maar goed, ik hoop dat het licht genoeg is. Want als ik record, dan is het best wel donker. Zeker als ik in zo'n mijn kom. Waar het donkerder is, dan is het zeer donker. Maar goed. Momenteel hoor ik geen zombies. Hier is een zombie spawner. Daar kunnen we later misschien iets mee doen. Maar voor de rest hoor ik geen zombies. Of ben ik doof? Nee, dit is de uitgang naar de zee, denk ik. Dus daar hebben we niks te zoeken. Ik stel voor dat we hier ergens gaan minen. Misschien vinden we wel wat diamonds. Stel je voor als we diamonds vinden. Holy shit. Holy fucking shit. Maar we moeten ergens een begingangetje maken dan. Dus ik stel voor dat we naar onder gaan. Ik volg mijn diamond instinct. En hopen dat we iets vinden. Hè. Waarschijnlijk vinden we niks. Zijn we forever alone. En dan ben ik droevig en zo. Maar laten we de moed erbij houden. En laten we gewoon hopen dat we iets vinden. En als we niks vinden, hebben we nog genoeg cobblestone gepakt voor een muur te maken of zo. Of voor een padje te maken of zo, ik weet het niet. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit diamonds gevonden. Ik heb diamonds in de chest gevonden, maar nog nooit echt diamonds. En zie ik hier iets? Ja, dirt, wauw. Oh, dirt, holy shit, wat een vondst. Oh, fuck. Godverdomme. Ik ben hier mijn eigen fucking... hoe noemt dat? Torches aan het kapot maken. Dat is niet de bedoeling. Maar we gaan eens langs... Oh shit, water, natuurlijk. Natuurlijk, holy shit. Hoe gaan we dat oplossen? Zo, voilà. Fucking opgelost, I'm a fucking genius. Goed, we kunnen eens langs hier gaan. Holy shit, en weer maak ik mijn torch kapot. Man, 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 man. Hier is zand en ik hoor weer water. Geweldig, als we hier weer zelfs overspoeld worden met water. Hehehe, man. Ik vind hier maar niks. We moeten lager gaan, ik weet het, maar... Oh, shit. Hoorden jullie dat? Komt vandaar. Holy shit, fucking spannend. Er komt actie. Yeah. Ik hoor zombies. En als ik zombies hoor, betekent dat je daar ergens kunt stappen. Dat daar dus ergens een cave is. Van waar komt het? Alleen nu. Oh shit, we hebben kool. Dus hier is wel iets aan de hand. Alleen iets om te vinden, denk ik.
Ook al hebben we kool niet meer zoveel nodig, aangezien we 50 torches of zo hebben, maar kom. Die XP mag er altijd bij. Voilà, holy shit man. What the fuck? Kijk hoeveel fucking kool hier is. Holy shit. Nice. Dit noem ik eens nice. Hoho. Kijk, we kunnen dit niet meer oppakken. We zitten vol. Holy shit. Man. Hebben we een schub? Dan kunnen we een schub pakken. Ziet je ergens een schub? Nee, fuck my life. We hebben geen schub. Shit, was dat klei? Gunpowder. Wacht, die cacaobonen kunnen we weggooien. En dan kunnen we die kool oppakken. Voilà, zo, I'm a fucking genius. Nog eens. Oh, fuck, water. Oh my fucking god, dat haat ik nu. Fucking bang van water. Oké, dus. Ik hoor die zombies ergens boven. Of skeletons, weet ik veel. Mobs, weet ik veel wat het is. Zijn skeletons, denk ik. Ja, water, holy shit. Maar we kunnen wel naar boven gaan, dat is iets. Maar ik denk dat we gewoon uitkomen in de zee. Denk ik. Oh shit, wat is dat hier? Holy shit, man. Zit ik hier vast of wat is dat hier? Allee, nu, what the fuck? Ah ja, ik ben aan het verdrinken, shit. Hoe ga ik dat oplossen? Man. Miserie. Ah, damn, ik zit hier fucking vast. Kom op, hè. Waarschijnlijk gaan we niks nuttigs doen in deze episode. Waarschijnlijk... Oh ja, weer water. Wacht. Allee, jong. Wacht, we kunnen het zo oplossen. Ja! We hebben het opgelost. En nu kunnen we hier naar boven gaan. Hopla, holy shit, ik zit best wel diep. Godverdomme, ik ben dood gaan. Hehe, man, holy shit. En dan komen we hieruit. Fucking geweldig. Maar hier was toch ergens een fucking cave? Dat kan niet anders. Ik heb mobs gehoord. Laten we nog eens luisteren. Waar komt dat toch vandaan? Shit. Damn it. Oh. What the fuck ben ik hier bezig? Godverdomme. Hé, man. Wacht. Ik moet het zo doen. En nu luisteren waar die mobs vandaan komen. Ja, nu hoor ik niks. Geweldig. Jawel. Hola. We gaan de mobs vinden. Holy shit, mobs, I'm coming to you! Motherfuckers! Godverdamme, mijn fucking dingen is kapot. Oh, ik voel ze al. Ik voel ze. Ik voel de mobs. Ik ruik ze. Ja, water, godverdamme. Ah, hier is dingen. Iron, nice. Ah, water. Fuck, niet nice. Oh, shit. Kom op. Dat kunnen we toch nog... Mijnen. Oh, nee. Kom op. Ah, fuck you, man. Fuck you, water. Fuck you. Ah, nog iron. Nice. Oh ja, we zitten met te veel dingen. Te veel spullen. We moeten iets weggooien. Die leather armor mag weg. Die pants mogen ook weg. En die heb ik dan natuurlijk terug opgepakt, denk ik. Ah nee, we hebben de iron opgepakt. Nice. Oké. Oh, dat was nog dingen, iron of wat? Oh, nice. Ik heb goede ogen, echt waar. Oei. Godverdomme. Maar ik hoor die mobs toch? Is dat niet serieus wat ik altijd hoorde? Ik denk het echt. Serieus. Holy shit.
Is dat niet serieus wat ik constant hoorde? Die fucking rare beesten in het water. Daar ben ik niks mee. Godverdomme. Ik ga terug naar huis. Fuck this shit. Mama!